Je luistert naar de podcast De Bevlogenheid van de Zorgprofessional. In de zorg werken mensen met hart en ziel. De waardering, de toekomst en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de sector zijn onderwerpen van gesprek. Vroeg of laat krijgen we allemaal met de zorg te maken. Hoe fijn is het dan als we kunnen rekenen op bevlogen zorgprofessionals die hun vak verstaan en daardoor de zorg kunnen bieden die nodig is. In het kader van demografische ontwikkelingen staan we echter met z'n allen voor de grote uitdaging om passende zorg beschikbaar en bereikbaar te houden. Is de zorgprofessional er straks wel als wij dat nodig hebben? In deze podcast komen zorgprofessionals aan het woord die hun vak bestempelen als het mooiste vak dat er is. Laat het je inspireren en nadenken over wat jij de zorg kunt brengen. Zelf of door anderen daarop te attenderen. Heel veel plezier en inspiratie bij het luisteren naar deze podcast. Nou, Pauline, hartstikke welkom. Je bent uitgenodigd om te praten over jouw bevlogenheid als zorgprofessional bij ZZG. En ik ben heel benieuwd hoe jouw weg is gegaan. En nou, daar gaan we over in gesprek. Als eerste zou ik graag willen weten, herken jij die bevlogenheid? Die passie en bevlogenheid, die herken ik zeker. En wanneer merk je dat voor het eerst? Ik had een familielid in het ziekenhuis liggen. En ik voelde mezelf er helemaal niet prettig bij dat ik niks kon. Nee. Dat ik niks kon doen, dat ik niks kon betekenen, dat ik ook niet kon duiden wat er nou allemaal gebeurde. En daar wilde ik meer mee. En naar aanleiding daarvan ben ik toen gaan solliciteren in het ziekenhuis naar een opleidingsplaats. Dus ik was nog geen maand 17. Ja. Dus ik was toen ook echt de jongste van de groep. Waar heb je toen voor gekozen? Hoe oriënteerde je je en wat heb je uiteindelijk gedaan? Ja, toen nog in de krant, hè? Ja. Een advertentie gezien voor een opleidingsplaats in de Maartenskliniek. En daar heb ik een jaar gewerkt. En toen heb ik een jaar nog in het oude kniesjes nog gewerkt. En ja, toen heb ik een aantal dingen gezien die toch wel behoorlijk heftig waren. Dat kon ik niet plaatsen. En toen ben ik ook uitgevallen na 2,5 jaar. Dus eigenlijk een jaar voordat ik klaar was met de opleiding, ben ik ermee gestopt. En toen lukte het allemaal niet meer. Dus daar liep je tegen een best wel moeilijke situatie aan. Betekende dat dan ook dat die bevlogenheid, dat je dacht van, nou, dan ga ik dan, laat dat dan maar, dat gevoel dat je had van, ik wil wat betekenen, zorgen voor een ander? Ja, ik was toen echt op verpleegkunde echt volledig afgeknapt. Dus dat was niet zoiets van ongelaat, maar ik was er voor mijn gevoel echt helemaal klaar mee. Ik ben gewoon 10 jaar gewoon heel andere dingen gaan doen. En toen had ik een dochtertje. En mijn schoonvader die overleed ook in die tijd, die hebben wij thuis verzorgd. En toen wilde ik overdag ook meer thuis zijn voor de zorg voor mijn dochter. En toen hoorde ik dus dat je binnen de wijkverpleging 's avonds kon werken. Of toen nog binnen de thuiszorg. Ja. En toen ben ik bij ZZG gaan informeren om te kijken van hoe gaat dat? Welke mogelijkheden hebben jullie met de achtergrond die ik nu heb? Kan ik nu alvast wat doen voordat mijn dochter naar school toe gaat? Dat ik met name in die schoolgaande periode in de avonduren zou kunnen werken. Ja. En toen ben ik gelijk aangenomen. In eerste instantie als ongediplomeerd verzorgende. Dus je had 10 jaar iets anders gedaan? Echt een heel, ook niet in de zorg gewerkt? Kijk, ik heb toen in een supermarkt gewerkt. En dan in de avonduren werkte ik in een café. En in de avonduren deed ik ook de opleiding tandartsassistenten. Okay. Dus ik heb 10 jaar gewerkt als tandartsassistent. Maar wel anders, minder heftig, minder slecht nieuwsgesprekken. Ja. Zoals je met die verpleegkunde tegenkwam. Ja. En wat maakte dan dat jij na die 10 jaar toch behoefte had om weer een andere stap te maken? Nou, in eerste instantie dus toch voor de combinatie tussen werk en privé. En de combinatie voor de zorg voor mijn dochter. Ik overdag thuis. En 's avonds als mijn man thuis was, kon hij er voor de kinderen zijn. Kon ik gaan werken. Nou, toen begon je dus bij ZZG. Kon je daar je ei kwijt? Ja, en ik vond het gewoon gelijk heel leuk en heel fijn. En alles leek zo'n beetje op zijn plaats te vallen. Gewoon het werken met een team. Toen ook, ik zat bij de avondweekenddienst. Dus dat was dan gewoon een vrij klein team. Want als groepje maakten wij wel deel uit van veel grotere teams nog in die periode. Dus dat vond ik heel fijn om te doen. Ik vond het heel leuk om bij de mensen thuis te komen. Om die cliënt te leren kennen met zijn familie. En ook een stukje echt ook met de mensen mee te lopen. In die weg naar verbetering, naar herstel. Om daar die ondersteuning in te bieden. En juist ook die afwisseling vond ik heel erg leuk. Die verzorgende taken, die had jij, die kon je gewoon doen? Ja, met als basis dus de achtergrond die ik nog had vanuit de opleiding van 10 jaar daarvoor. Daarna, want je bent niet stil blijven zitten, geloof ik. Nee, zeker niet. Nee.
toen de oudste naar school ging, ben ik zelf opleiding verzorgende IG gaan doen. Toen heb ik ook de overstap gemaakt naar een ander team. Toen mocht ik verpleegkunde doen, een aantal jaar later. Op mbo-niveau, daarna verpleegkunde op hbo-niveau. Dat sloot naadloos op elkaar aan. Ja. De dag dat ik het eindgesprek had op het mbo, was de dag van de introductie op de hbo. Toen ik klaar was met hbo, heb ik ambassadeur voor de wijkverpleging mogen doen. Dat is een traineeship. En dan een soort verdieping. En dan gaat het ook met name over het verpleegkundig leiderschap, het uitdragen van je vak. Ja. En dat is gewoon, ja, dat heeft mij ook heel veel inzicht gegeven in mijn vak. Maar wat ik met name het mooiste vind aan het werk in de wijkverpleging, is de afwisseling. Ja. En dus ook de afwisseling qua ziektebeelden, qua type mensen, het werken bij die mensen thuis. Het contact ook met mijn cliënt en zijn familie. En dan is het vak de afgelopen 20 jaar is dat enorm veranderd. Mm-hmm. Ook het werken in die wijk is enorm veranderd. En ik vind dat alleen maar mooier en uitdagender geworden. Omdat we ook echt nu met die cliënt mogen gaan kijken van, hey, wat is uw probleem? Wat hebt u voor nodig om het eventueel zonder ons te kunnen? Ja. En daarin een heel stuk mee op te lopen. Waarbij we overal rekening mee mogen houden. Dus met die cliënt, hoe die woont, met zijn familie. Van, hey, kan iedereen het aan? Ja. Waar we 20 jaar geleden van het CIS hoorden. Dit is wat je gaat doen en daar krijg je zoveel tijd voor. Ja, precies. En ja. Nu kunnen we echt bij iedere cliënt kunnen wij een plan op maat maken. Daarnaast vind ik het in de wijk heel fijn dat ik die afwisseling heb tussen verschillende ziektebeelden. Mm-hmm. Dus ik heb cliënten met somatische problemen, ik heb oudere mensen, ik heb jongere cliënten, cliënten met somatiek, mensen met een verstandelijke beperking. Eigenlijk heel divers. Wat maakt jou nou happy als je dan bij zo'n cliënt bezig bent? Hè? Behalve de afwisseling, maar raakt het je ergens? Ja, zeker. Gewoon juist dat contact met die cliënt. Gewoon. En dat kunnen gewoon hele kleine dingen zijn. Ja. Iemand die net iets lukt om zelf te doen. Cliënten die net een goede dag heeft. Samen zien dat een situatie misschien heel moeilijk leek, uitzichtloos leek. En dat je toch samen komt. Hè? Dus heel creatief ook door te luisteren naar die cliënt. En wat die familie nodig heeft om het samen te kunnen redden. En dat je daar uiteindelijk toch een uitweg in vindt. En daarin ook gewoon de samenwerking met mijn team. Soms ook met de teamcoach manager. Om vooral die ingewikkelde situaties weer op de rit te krijgen, vind ik heel leuk. He, er zijn heel veel mensen nu die we natuurlijk bij onze organisatie nodig hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die nu voor een keuze staan te maken van, ja, in welke richting ga ik nou mijn werk doen? Wat zijn de pluspunten van dit werk? Ja, voor mij is het, ja, ik vind dit het mooiste vak wat er is. Enerzijds, wat ik doe, ik werk voor de helft werk ik in de cliëntzorg. Voor de helft heb ik projecten binnen ZZG. Ja. En dan ook nog voor een deel nog projecten op landelijk niveau samen met de beroepsvereniging. Ja. En juist daarin, die afwisseling vind ik heel mooi. Ik vind die zorg bij die cliënt vind ik heel fijn. Maar ik vind ook heel fijn dat ik dus kan beïnvloeden op beleidsniveau, op kwaliteit. En zowel binnen onze organisatie als op landelijk als niveau. Als daarbuiten, ja. Van ZZG heb ik wel gewoon alle mogelijkheden gekregen. Ook om die opleidingen te kunnen doen. Ja, en dat is wel gelukt. Ja. Kijk, en ook daarin kom je natuurlijk hobbels tegen. We staan wel met z'n allen gewoon voor een hoger doel. Ja, precies. En dat is dus echt ook die goede zorg voor die cliënt, maar ook die gezonde organisatie. Dat blijft voortdurend zoeken. Ja. En ik vind het fijn dat we gewoon ook met z'n allen een onderdeel van die zoektocht uit mogen maken. En dat spel, hè? Dat samenspel moet ik eigenlijk zeggen. Dat, hoe ervaar je dat nu op het moment met die krapte in de arbeidsmarkt? Er zijn best wel uitdagingen. Wat ik binnen ZZG daarin het mooie vind, is dat we gewoon binnen die zelfsturende teams kunnen we daar zelf mee aan de slag. Dus in eerste instantie gaan wij zelf kijken, wat hebben wij binnen onze wijk of binnen ons dorp nodig? Wie hebben wij hier zitten en hoe kunnen we dit organiseren? Op het moment dat we het zelf niet meer weten, kunnen we ook nog naar een gebiedsondersteuner, een teamcoach of een manager om daar ondersteuning te vragen. En dat is met alles, hè. Nu is het een stukje arbeidsmarktproblematiek, maar dat is eigenlijk met alles wat we tegenkomen. Dus dat werkt voor jou heel prettig? Ja. Ja, dus dat we ook echt die zelfstandigheid hebben en dus ook zelf ook naar onze leidinggevende kunnen gaan met ideeën. Als er nu mensen overwegen om de zorg in te gaan, wat zou jij hun willen meegeven? Nou, allereerst gewoon doen. Hè. Het is gewoon het mooiste vak van de wereld. Ja. Mocht je in de zorg willen gaan werken en je gaat die opleiding doen, gun ik iedereen diverse stageplaatsen. Dus verschillende stageplaatsen, maar ook in diverse sectoren van de zorg. Want de zorg is gewoon ontzettend breed. Ja. Oriënteer je daarop en kijk ook, ga daar open in. En kijk ook per setting welke competenties daar het meest naar voren komen. Mm-hmm. Welke competenties ook het best bij jou passen. Dus uiteindelijk van welke werkplek het best bij jou past.
Nou, dat is mooi als mensen inderdaad echt kunnen doen waar ze zich happy bij voelen. Ja. Hè, waar jij ook naar gezocht hebt en in het begintraject niet helemaal meteen op je plek was. En uiteindelijk aldoende kom je toch op een lekker, dat je lekker in je vel zit. Dat is toch het belangrijkste, denk ik. Toch lekker op mijn plek zit. Kijk, ook als ik stagiaires heb, ze hoeven mijn vak niet leuk te vinden. Ik vind mijn vak leuk. Ja. En ik vind mijn werkplek leuk. Ik gun ze om te laten zien hoe onze werkplek eruit ziet. En hoe het werken in de wijk kan zijn en hoe divers dat is. En wat het werken in de wijk uniek maakt ten opzichte van werken in een andere zorgsector. Ja. En vooral dat ze dus gaan verkennen hoe zij zich daartoe verhouden. En dan hoor ik jou zeggen van wat ons werk uniek maakt ten opzichte van andere zorgsectoren. Ja. En wat is dat? Als wijkverpleegkundige ben je autonoom. Dus dat betekent dat ik niet een opdracht handel van een arts. Als wijkverpleegkundige indiceer ik de zorg die wij verlenen. En die wij als team gaan verlenen. Mm-hmm. En natuurlijk, er zitten opdrachten bij van een arts die wij uit gaan voeren. Maar die arts die vertelt wat wij moeten doen. En wij bepalen hoe we dat gaan doen. Dus daar zijn ook speciale kwaliteiten voor die je als mens, denk ik, hebt. Om dat te kunnen doen. Om met autonomie jouw vak uit te oefenen. En dan wel alles binnen ons kwaliteitskader ook. Hè? Dus, ja. Dus er zijn competenties voor nodig. Dus daarom zeg ik van, goh, ga vooral open daarin. Kijk welke competenties jou het beste liggen. En in welke setting die het meest naar voren komen. Ja. En baseer daar je keuze op. Kun je zeggen welke competenties eigenlijk voor die wijkverpleging nu belangrijk zijn? Het stukje communicatie, het stukje opbouwen van een netwerk is binnen de wijk heel belangrijk. Dat ik weet welke spelers er zitten, wie er invloed hebben, wie ik nodig heb om een netwerk rondom die cliënt te maken. En dat stukje moet ik als wijkverpleegkundige kunnen coördineren. Ja. Zorgen dus dat we, ook al zijn we met verschillende spelers die allemaal autonoom zijn, dat er wel één plan ligt voor die cliënt. Ja, als we het over de bevlogenheid hebben en de passie en het warme gevoel, Paulien. Kan ik me voorstellen dat jij dan wel in concrete voorbeelden wellicht dat kan aanstippen of kan verwoorden? Een aantal jaar geleden kreeg ik een cliënt in zorg. Hij heeft ook meerdere kinderen. Hij was ernstig ziek. Zijn echtgenote was ook ziek. En uiteindelijk is zij overleden. Ik heb dus kennis gemaakt ook met dat echtpaar, met hun gezinsleden, met hun kleinkinderen. En eigenlijk met z'n allen hebben we gewoon afgestemd hoe we die zorg in eerste instantie voor die echtgenoten zo goed mogelijk konden doen. Totdat zij overleed en binnen een jaar is die man overleden ook. En dus ook daar in die zorg gewoon ook afgestemd. En mm-hmm. Wat ik daarin heel mooi vond en heel fijn vind en heel bijzonder vind. Mm-hmm. Is ook het vertrouwen wat die familie ook stelt. En dat ik ook samen met die familie dat pad ook kan bewandelen. Ja. En hun daarin kan ondersteunen op een manier die het beste bij hun past. Dat raakt je ook persoonlijk dan? Of hoe? Ja, en zorg rondom overlijden is gewoon heel intiem, heel persoonlijk hoe mensen daarmee omgaan. En om dan dus ook met die kinderen, maar ook nog met heel jonge kleinkinderen daar een stukje deel van uit te mogen maken en ondersteuning in te mogen bieden en samen met hun kijken hoe dat bij hun past. Ja. En daarin ook een stuk troost te kunnen bieden en een basis te kunnen leggen samen waarmee zij verder kunnen. Ja. Vind ik heel mooi. Dus daar voel je echt, daar ontwikkel je gewoon echt een band mee. Ja. Ja, dat mag een is stukje mooi. Oplopen, gewoon eigenlijk op een pad op het meest moeilijke moment van ons leven. Dat je dan toch zo'n van steun kan zijn. Hè? Niet alleen van waarde in wat je in je handelen, maar ook echt als gewoon emotionele steun, kan ik me voorstellen. Ja, maar uiteindelijk gaat het daarom. Ja. Kijk, die handeling die is mooi en die is nodig. Maar uiteindelijk gaat het erom over die cliënt die daar zit. En over de gezinssituatie die hij heeft. En wat die cliënt nodig heeft om de dingen te kunnen doen die belangrijk zijn in zijn of haar leven. Ja, dat zijn natuurlijk legio voorbeelden, want ieder verhaal vind ik wel heel mooi. Ik ben nu bezig, en dat is best wel een uitdaging, en ook wel eentje om tanden in te zetten, met een cliënt met een overbelaste mantelzorger. En wat vrij zien we, veel voorkomt, zien we kan ik me voorstellen veel. Tegenwoordig. Ja, hè? Zien we ontzettend veel. Ja. En hier is het echt zoeken, want die mantelzorger kan niet zomaar weg. Kan de cliënt ook niet zomaar alleen laten. Het is belangrijk voor die cliënt dat hij thuis kan blijven wonen.
En dan kijken van, hey, wat is er nodig dat die mantelzorger het volhoudt. Maar ook wat past bij hun. We, samen met die cliënt en zijn mantelzorger zijn we aan het kijken van, hey, wat er dan wel kan. En daarin ook kijken met ons wijkondersteuningscentrum. Van, hey, zijn hier nog mogelijkheden in? Of ik hoop dat een cliënt bepaalde zorg kan krijgen. Kan dat überhaupt nog? Dan vervolgens gaan kijken met de zorgverzekeraar, met het zorgkantoor. Om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Mm-hmm. Dus dan is het echt heel erg buiten mijn eigen wijk kijken, buiten mijn eigen netwerk, gewoon nieuwe dingen pionieren eigenlijk. Ja. En daarin die afstemming met iedereen zoeken. Ja. En dat lijkt gewoon te gaan lukken. Ja. Op een manier die bij mijn cliënt past. Ja. Dat zijn wel dingen waar ik blij van word. Dat krijg je dan ook terug, dat voel je ook terug in de reactie of in de... Nou, in eerste instantie toen ik met het idee kwam zoals ik hem had, zag ik dat mijn cliënt daar blij van werd. Ja. En die mantelzorger die kwam er later nog achterna om te vertellen van als dat inderdaad zou kunnen, wat ik wilde uitzoeken, dat haar heel veel lucht kwam. Die kwam achter me aan, die was echt opgelucht. Ja. Alleen al van het idee dat er ergens ruimte kwam, op een manier die ook bij hun paste. Ik snap dat je daar dan ook extra energie van krijgt en nog harder je best gaat doen om het voor elkaar te krijgen. Jazeker. Hè? Ja. Ja. Als ik kijk binnen ZZG, we hebben zo'n groot gebied en ieder dorp, iedere wijk heeft gewoon zijn eigen identiteit, zijn eigen problematiek. Dus ook daarin is gewoon voor, eigenlijk voor ieder wat wils. Heel en dat mooi. Zijn wel echt de mooie dingen, vind ik ook echt van ons vak. En ook echt in die wijk, gewoon echt kijken bij iedereen van, hé, wat heb je nodig? Wat is belangrijk voor u? En soms zelfs bijna het onmogelijke voor elkaar krijgen. Ja, dat is leuk. Leuk. Yes. Je luisterde naar een aflevering uit de podcast De Bevlogenheid van de Zorgprofessional. Bedankt en graag tot de volgende.